Deze podcast werd opgenomen naar aanleiding van de Junior Journalistenwedstrijd, georganiseerd door het Davidsfonds in samenwerking met de bibliotheek. Het thema in 2020-2021 is schatten. De schoolkelder. Een verhaal van Bloeme Dirks. Sinds maandag zit er een nieuwe jongen in de klas, Dinant. Hij ziet er gek uit, draagt versleten kleding en grote schoenen. Niemand wil met hem spelen. Tijdens de speeltijd zit hij alleen in een hoekje. Alle jongens roddelen een beetje over hem. Ze vinden allemaal dat hij eruit ziet als een nerd. Juf Lot loopt naar Dinant toe en vraagt of hij al vrienden heeft gevonden. Nee, zegt hij treurig. Zullen we tijdens de volgende les over een paar dingen babbelen? Vraagt de juf. Samen gaan ze naar binnen en praten ze over van alles. Dinant vertelt wat hij graag doet en wat hij graag draagt. Eén ding is duidelijk. Dinant wil onderzoeker worden en speuren zoals een detectieve. Juf Lot heeft een idee. In de schoolkelder staan nog dozen met spullen van het schoolfeest van vorig jaar. En dat heeft allemaal te maken met onderzoeken. Ze gaat meteen naar de directrice om te vragen of ze de doos met spulletjes mag gaan pakken. De directrice vindt het een goed idee en spreekt met Dinant af om in de volgende speeltijd samen naar de kelder te gaan. In de kelder is het een beetje griezelig. Er ligt veel stof en er hangen overal spinnenwebben. Opeens gaat het licht aan en uit en vliegt de kelderdeur dicht. Ze rennen snel de trap op. Gelukkig, de deur is niet op slot. Dinant is erg geschrokken. Dat was waarschijnlijk een andere leerkracht, zegt de juf. Ze lopen samen terug naar beneden en zoeken de doos. Ik heb hem, roept Dinant. Hij loopt een stukje vooruit, pakt de doos en dan ziet hij achteraan in de kelder een deur met een bordje verboden toegang. Dinant wil er naartoe lopen, maar de juf loopt al naar boven en zegt dat hij moet opschieten. Hier moet ik zeker nog een keer terugkomen, denkt Dinant. Die avond gaat Dinant naar zijn kamer en pakt zijn dagboek, waarin hij al zijn geheimen opschrijft. Hij schrijft over de kelder en het verboden toegangbordje. Hij denkt er de hele avond over na en valt pas laat in slaap. De volgende dag wil Dinant meteen terug naar de kelder en verzint een smoesje. Hij vraagt aan juf Lot of hij de andere doos ook mag gaan halen. De doos die hij heeft zien staan. Juf Lot vraagt of ze moet meelopen. Maar dat is niet nodig. Hij kan het wel alleen. Hij loopt de keldertrap af en rent snel naar de deur met het bordje verboden toegang. De deur zit op slot en er is nergens een sleutel te zien. Dinant bedenkt wie de sleutel zou kunnen hebben. Natuurlijk, de directrice heeft de sleutel. Die avond gaat Dinant naar het huis van de directrice. Hij ziet eruit als een bandiet. Zijn kleren zijn helemaal zwart en hij draagt een bivakmuts. Als Dinant voor het huis van de directrice staat, zoekt hij een raam dat openstaat. Hij ziet ineens een klein raampje openstaan en probeert er door te kruipen. Hij komt uit in haar slaapkamer. Dinant wil meteen in haar nachtkastje kijken, maar plots komt ze binnen. Ze heeft heel rare kleding aan. Een roze kleedje en een groene muts. Hij lacht er stilletjes om, maar verstopt zich snel onder het bed. Hij blijft doodstil liggen tot de directrice in slaap valt en hij haar hoort snurken. Dan rolt hij heel voorzichtig onder het bed vandaan en trekt heel langzaam aan het laadje
van het nachtkastje. Er liggen alleen maar boeken. Ineens ziet Dinant een kistje staan met allemaal kleine sleuteltjes en kettingjes. Dinant weet niet welk sleuteltje hij moet pakken, dus neemt hij alle sleuteltjes mee en legt er nep sleuteltjes in. De volgende ochtend op school gaat Dinant meteen naar de kelder. Als hij dichterbij komt, hoort hij een paar juffen praten. Hij stapt er stilletjes langs en gaat de trap af. Hij loopt snel naar de deur die op slot zit en zoekt de juiste sleutel. Het zijn er echt heel veel en geen enkele past. De bel gaat. Dinant loopt snel naar de speelplaats en gaat in de rij staan. De volgende speeltijd loopt hij meteen terug naar de kelder. Er staan heel veel juffen en meesters. Hij verzint snel een smoesje en zegt verlegen dat hij iets vergeten is toen hij de doos ging halen. Hij loopt de kelder in en probeert snel alle andere sleuteltjes. Er past er geen een. Hij gaat naar het kantoor van de directrice en klopt op de deur. Maar er antwoordt niemand. Hij sluipt het kantoor binnen en gaat op zoek naar een sleuteltje, maar vindt het nergens. Opeens komt de directrice binnen en gaat op haar bureaustoel zitten. Dinant is snel onder de kast gekropen die achter het bureau staat. Hij ziet een sleuteltje in de jas van de directrice zitten. En hij sluipt er heel zachtjes naartoe. Hij pakt het uit haar jas en kruipt naar buiten. Daarna loopt hij meteen naar de kelder, gaat de trap weer af en doet het sleuteltje in het sleutelgat. Ja, roept hij. Dinant doet heel voorzichtig de deur open en schrikt een beetje. Er is nog een trap naar beneden. Dan gaat de bel. Dinant moet naar huis. Hij is zo nieuwsgierig dat hij in de avond terug wil gaan. Als hij naar bed moet, kruipt hij stiekem door het raam naar buiten en glijdt van de regenpijp af. Dinant fietst naar school en kruipt door het raam naar binnen. Hij loopt naar de kelder en doet de geheime deur open. Het is erg donker, maar gelukkig heeft hij een zaklamp bij zich. Dinant doet de zaklamp aan en zag de schat liggen. Gelukkig heeft hij alle sleuteltjes bij zich. Hij zoekt de juiste sleutel en opent de schat. Hij hoopte eigenlijk dat hij geld zou vinden, maar er liggen allemaal oude kranten in. Dinant neemt de kranten mee naar huis en begint er meteen in te lezen. Dat is gek. Er staan allemaal foto's in van een man die dezelfde achternaam heeft als de directrice. De volgende ochtend is het weekend en Dinant gaat op onderzoek uit. Hij zoekt op internet naar mensen met de achternaam Van Kouteren. Hij vindt veel mensen, maar vaak komt hetzelfde gezicht voorbij. Dat is een man die in de gevangenis heeft gezeten en ontsnapt is. Hij lijkt ook een beetje op de directrice. Dinant is helemaal in de war. Zou het de broer van de directrice zijn? Na het weekend gaat Dinant naar de directrice en vraagt of zij de man kent. De directrice krijgt tranen in haar ogen. Dinant vraagt zachtjes wat er is. En verdrietig vertelt zij het hele verhaal van haar broer die ontsnapt is uit de gevangenis. 'S middags gaat Dinant naar huis en denkt nog eens na over zijn avontuur. Nu weet hij het wel zeker. Hij wordt detectieve.